Islands I be. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag spelen we natuurlijk weer City Skylines, want het is weer woensdag. Zoals jullie zien is dit onze stad. We lopen nu met iemand mee. Maar we gaan natuurlijk gewoon weer de stad uitbreiden naar het water wat we vorige week zeiden. Ik zag dat hier net een beetje... niet meer verkeersproblemen waren. Ik heb net even snel de stoplicht hier weggehaald, want het liep weer... Het zat helemaal vol. Wat ik wel al zie, is dat we te weinig mensen nodig hebben. Te weinig mensen hebben. Want ze zijn allemaal te slim. Dus misschien moeten we een stukje stad gaan maken waar ze niet kunnen leren. Nou, dat is sowieso, hier is het al een beetje, maar ze kunnen natuurlijk gewoon met de bus daarheen. Ik wil dit gewoon nog, gewoon de normale mensen houden. Gewoon normaal slim. Kijk, kan ik de universiteit al? Nee, heb ik deze al ergens staan. Ik heb er nu. Ik plaats deze net, hè? Ik plaats de verkeerde. En dan die daar. Als het goed is, moet ik nu ook genoeg mensen hebben voor dit. Dit heb ik genoeg. Dit heb ik genoeg. Dit heb ik genoeg. En die kan ik nog niet. We maken 7000 winst, wat ik net al zei. Vorige aflevering zei. Ik ga deze gewoon weer even helemaal hoog zetten. Omdat de reset constant als je de game opnieuw opstart. Zo. En dan hebben we 22.000 nu nog. We hebben natuurlijk deze snelweg hier nog. Die is nogal heel hoog. Ik denk die een stukje omlaag gaan werken, denk ik nu even snel. Even kijken, dat is met deze knop. Zo. Zo. Dan moet deze natuurlijk ook een stuk al naar beneden. Dan kan deze nog meer naar beneden, dus die gewoon op het normale niveau komt terecht. Kijk als dat weg is. Dat is ongeveer hier zo. Hier zo ongeveer. Zo. Dat is ongeveer hetzelfde niveau. Dan kunnen we denk ik hier ook een stuk. Dat we hier dan een ander gebied kunnen maken. Want ik heb volgens mij nog geen andere dingen. Nee, daar moet ik nog wat mensen voor hebben. Dus als ik eerst dit ga uitbreiden, genoeg mensen heb, dan kan ik hier hoger gaan bouwen, gaan maken met zonnescholen. Ik denk dat dat een heel slim plan is. Dus wat we nu moeten doen, is dezelfde weg als deze pakken. En deze gaan helemaal doortrekken, denk ik. En hier hetzelfde doen. Ik weet alleen niet hoe lang ik die heb gemaakt. En volgens mij gaat het dus niet laten zien. Wacht, daar weet ik een andere manier voor. Dan doen we gewoon... Zo. Ik heb hem net iets te lang gemaakt, waardoor ik dat niet kan doen. Deze. En deze. Zo. En als het goed kan ik gewoon dit gewoon zo constant doortrekken. Oké, zoals jullie kunnen zien zijn nu alle wegen geplaatst. Het enige wat we nu nog moeten hebben... Zijn deze denk ik weer winkeltjes vol poppen. Dus gewoon een één lijn constant met winkels. Deze laat ik ook helemaal hier doorgaan. Dus we hebben gewoon heel veel winkeltjes daar. En dan denk ik dat we dit gewoon helemaal gaan volbouwen met huizen. Daar niet, hier wel. En dan maken we er denk ik even een timelapse van. Oké, we hebben midden de timelapse. We hebben de 7500 mensen bereikt, dus we kunnen een nieuw land. En we kunnen natuurlijk nieuwe zones doen, die we goed kunnen gebruiken. Ik zie dat we een foutje hebben gemaakt. Ik ben helemaal het water vergeten natuurlijk. Als ze geen water hebben, gaan ze natuurlijk dood, dus dat is niet heel handig. Kijk, als we dit precies eentje lager doen. Zo. Als het goed is, heb ik dan alles net mee, dus dat is perfect. Hoppakee, dat past perfect. Elektriciteit is nu wel een probleempje geworden. Ik kan deze erin gooien. Dan heb ik heel veel, of heb ik hopelijk genoeg. Ik zet deze helemaal achterin neer gewoon. Dan zet ik hem wel schuin zo neer, zo. En dan zet ik hem gewoon weer op play. Ik maak ondertussen wel 8000 al per week winst. Ik denk dat ze hier ook wat parkjes willen. Ik zet mensen gewoon die kleine parkjes niet omdat ze gewoon niet zo heel veel ruimte kost en ze zijn best wel heel goedkoop. En die grote passen mensen gewoon niet erin. Ik zag net ook dat we nog een paar elektriciteitskabels hier doorheen hadden lopen. Die kunnen eigenlijk wel weg. Deze denk ik net niet. Gaan ze nu zeuren of staat die nog net goed? Die zijn wel net goed volgens mij. Daar hebben we dan ook geen last van.
Oké, deze zit ondertussen op 63%. Dus daar moeten we wel van op gaan letten. Dat we later in de aflevering deze moeten kopen. Als ik het niet vergeet. Waarschijnlijk ga ik het vergeten. Maar daar kan ik niet heel veel tegen doen. Wat ik hier denk gewoon ga doen. Is een dikke wegpakken. Dit wordt een beetje een wel dure gebied. Maar dan zonder schom. Is dat te raar als ik dat zo zeg? Misschien wel ja. Maar dat zal mij niet boeien. Even kijken, dan gaan we deze nog 3, 4 naar voren doen. 1, 2, maar hier gaat dat niet, zo te zien. Ik kan die wel tot 3, zo. En dan laten we de weg parallel aan deze lopen als dat kan. Denk het niet, omdat dat, jawel, zo, en dan komt die daar terecht. Zo. En dan laten we deze denk ik gewoon helemaal doorlopen. Ik heb al niet meer genoeg geld. En dan maken we van deze paadjes natuurlijk gewoon het gras. Zo. En dan plaatsen we dit straks al helemaal vol met huizen. Zodat we nog meer mensen gaan krijgen natuurlijk. Dat is natuurlijk wat we willen. Oké, het geld is nu op. Dan gaan we nu denk ik dit gewoon vol, zo goed als helemaal vol poppen. Ik denk als we hier zo langs de weg deze blokjes en zelfs straks ook daar vol gooien met dit. Dat het wel goed komt. Ja, ik gooi dit nu ook gewoon even helemaal vol. Die huizen die gaan toch straks allemaal weer weg. Deze moet ik hier wel misschien zo. Kijk, hier plaats ik dan nog wat hoge winkeltjes. Zo. Oh, autosave modes. Dat kan ook gebeuren. Zo en zo. Dan moet ik dit natuurlijk wel water gaan geven. En dat kan misschien wel even een probleempje worden met geld. Of niet, dat kan ook. Oké, dan gaat die omhoog en die omlaag. Daar zo. Ja. En daar. Daar. En daar. Daar. En daar. Daar. Dat gaat natuurlijk daar niet. Deze trekken we gewoon denk ik zo door. Hoppakee. En deze trekken we dan een beetje schuin zo. Deze trekken we zo door. En de laatste zo. Zoals je al kunnen zien, zijn ze hier flink aan het bouwen. We maken ondertussen 11.000 winst al. Hier wil ik een metro gaan doen, maar dat hebben we nu nog lang niet genoeg geld voor. Dus dat slaan we nu nog even over, denk ik. Daar zetten we een parkje neer. Even kijken, ik wil eigenlijk hier ook een parkje, zo. En dan voor de mensen die kunnen lopen, even kijken of ik dat heb gekregen. Ja, die kunnen dan zo via een pad hier aan de zijk. Of als kan dat connecteren, zou toch? Moet ik wel deze hebben. Zo, kunnen ze doorlopen, connecteert dat? Ik weet niet helemaal hoe dat werkt altijd. Ik weet niet hoe dat werkt. Moet dat zo en dan door dat gebouw en zo? Kan ook. Ja, vind ik toch niet echt zo. Zal wel. Want dus hebben we bijna de 10.000 mensen al bereikt. Hier komen natuurlijk niet super veel mensen, maar als het goed is heb ik dat zo gemaakt dat alles perfect wat erin loopt. Dan gaan ze hier niet rechtsaf. Okay. Oh wacht, die gaan natuurlijk allemaal eerst nog voor dit allemaal. Alle mensen gaan daar nog heen. Ik weet niet hoe het hier met het verkeer zit. Oeh. Maar dat komt natuurlijk van alle nieuwe mensen. En het valt nog mee. Nog, zeg ik erbij. Ik snap alleen niet waarom ze dan deze niet gebruiken. Niet dat ik het niet heel erg vind ofzo. Maar wat ik ook nog kan toevoegen. Is gewoon hier. Afslag. En dan denk ik wel. Niet deze. Deze. Twee wegen. Gaat dan wel op een één weeg. Dat is misschien niet alles slims, maar dat maakt mij niet heel veel uit. Hier ga ik natuurlijk geen scholen plaatsen. Maar aangezien dat gewoon denk ik niet nodig is. Wat we wel tekort komen zijn politiebureaus, zie ik al. Dat heb ik niet. Even kijken, als het goed is hebben we er bijna gehaald. De volgende, ja, nog 200. En dan krijgen we natuurlijk weer wat geld. En de trein. Dus dat gaan we misschien volgende week bouwen in aflevering 4. Ik heb nog geen naam kunnen kiezen. Dus dat zal ik waarschijnlijk de volgende aflevering doen mensen. Dus hebben jullie nou nog een leuke naam voor deze stad die we hebben gemaakt. Of allemaal zijn eigenlijk nog. Laat het weten in de reacties. En we hebben de Small City bereikt. Ze hebben de monorail, de trein, de cable cars. De monorail is dat soort van iets. Nieuwe elektriciteit dingen, nou die ga ik toch niet gebruiken, want oh, dat is nu
zo goed als gefixt. En wat ik zag, ik wou eigenlijk hier zo aan het water allemaal kantoren doen, zodat ik dit straks, of ik ga hier allemaal kantoren van maken. Maar ik denk dat de wegensysteem dat nog niet heel leuk gaat vinden. En aangezien ik dit helemaal al heb gefixt, moet dat denk ik wel goed komen. Dus moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan doen. En juist dat met boompaadjes gaan maken. Wat het dan laat zien dat het nog duurder is eigenlijk. Zo. Perfect, daar komt hij aan. En dan deze gaan we allemaal doortrekken. Oh, daar zat een parkje. Nou, dan laten we dat nog even zo doen. Dan doen we die wel zo. Dat is denk ik niet heel handig om het daar aan vast te maken. Dus die daar en die daar en die daar. En dan gaan we zo met de weg mee. Zo. Even kijken. Die daar. Die daar. Dat krijgt wel een mooi vormpje zo. Zeker. Dat krijgt zeker een mooi vormpje. Nou, dat is niet echt de bedoeling. Even kijken dan wat ik deze zo ga. En die dan zo daar mooi aan. En die trek ik dan zo door. Ja, dat ziet er goed uit. Dan denk ik dat ik hier gewoon heel veel kantoor ga maken. Ja, sowieso heel dit gebied ga ik kantoor maken. Dus tot hier sowieso komen kantoren. Dus dat zal hopelijk het werkprobleem een beetje oplossen. Dus dan gaan we dat even helemaal opvullen. Zo, dat is helemaal opgevuld. Dan gaan we hier denk ik nog wat huisjes plaatsen. Gewoon aan het water. En dat wel mooi kan staan. Zo, dan moet ik dat even aanpassen. En dan snel deze terugplaatsen voordat het gebouw verdwijnt. Ik ben bang dat het gebouw nog gaat verdwijnen. Of niet, dan hebben we geluk. Dan gaan we even kijken voor de metro. Daar één. Daar één. Hier één. En zo, dan hebben we zo'n lijn al. En dan komt die even kijken, want daar hebben we een paar busstops. Ik denk dat we het beste daar eentje kunnen maken. Eentje helemaal. Oh, ik heb er geen geld meer voor. Oké, ja, volgens mij kost dit ook ontiegelijk duur om te maken. Ja, dat is ook niet het goedkoopste wat er is. Dus daar laat ik even de game doorspoelen totdat we weer wat geld hebben. Oké, zo, dat is nu hier. Deze lijn is nu gefixt. Ik denk dat ik. Dat hoeft denk ik toch even niet. Ik denk dat dit gewoon handig is, want ze kunnen dan verder reizen met de bus. En dan gaan we daarheen. En dan gaat hij natuurlijk gewoon weer daar terug. Daar terug. En dan komt hij daar. Ik denk dat deze lijn best wel veel gebruikt gaat worden. En dan ben jij precies het ene huis wat geen wapen hebt. Dat ja, is historie. Dat kan ik wel eens wat ik op kan zeggen. Als ik deze zo doortrek en dan daarop laat gaan. Dan is hier natuurlijk ook weer wat plek voor wat kantoren. En dat is altijd fijn natuurlijk. Dus dan even kijken hoor. Dan gaat dat helemaal vol. Dat bouwt meteen. Dat is best wel chill. Zo. Dit staat dan op fire ook zeg maar. Dat staat in de fik natuurlijk. Misschien wat handig is om die daar te plaatsen. En dan nog een ziekenhuis hier zo. En daar heb ik al eentje van die gebouwd. Die staat daar helemaal. Dan is misschien hier ook nog wel een handige. Oh, daar staat wel wat in. Het zit wel weg. Oeh, daar staat hij wel heel perfect. 30.000, daar ga ik hem even voor sparen. Even kijken, heb ik eerst genoeg parkjes neergezet? Nog niet echt volgens mij. Ze zijn nog niet blij genoeg. Vooral hier natuurlijk nog niet, want ja, hey, dit is toch net nieuw. Daar kan ik een groot parkje neerzetten. Nou, daar gaat allemaal natuurlijk niet echt een parkje passen. Daar wel. Moet ik ze natuurlijk hier ook wel het benodigde water geven. Even kijken, dit heb ik al goed. Dit is zo goed als uitgedaan. Nog een klein stukje daar zo. Zo, en dan kan ik dit aanpassen. Met hier doen ze recyclen. Park en recreation. Even kijken hoor. Small. Industrial. Nee, die hebben we niet nodig. Ja, ik weet niet allemaal wat het betekent. High-rise band doe ik sowieso niet, want dit wordt een beetje. Hier gaat het wel een beetje naar het hoger. Dus we zijn wel zo goed. We zijn in plaats van. Ja, we zijn eigenlijk al bij het water gekomen hier zo. Ik wil eigenlijk deze kant op het water nog heen, maar. Uh-oh. We hebben nu een probleem met de vuilnis, merk ik. Hij zit bijna vol en de vrachtwagens komen hier niet meer weg. Oké. Okay. Dus dat wordt denk ik even heel veel dingen gaan plaatsen. En dan wil ik eigenlijk een beetje op een centraal punt nu maken. Waarschijnlijk ga ik dat later weer verplaatsen. En dan zit nog zo'n zandweggetje.
En ik denk dat het misschien het handigste is om gewoon dat hier zo te doen. Ik denk, want ze kunnen heel makkelijk gewoon via hier, dan door en dan daar de stad in. En ze kunnen altijd nog via de snelweg daarheen. Dus ik wil dat zoveel mogelijk hier vandaan doen. En nee, ik ga dat niet hier zo doen. En dan plaats ik hier de eerste. Dan mogen ze deze gaan legen. Even kijken, dan moet ik even wat extra geld daarin gaan zetten. Want anders gaat dat helemaal fout. Want we komen echt gewoon niet genoeg van deze dingen eraan. Dan kunnen we nu 34 in. Ik denk dat dat wel voorlopig genoeg moet wezen, hoop ik. Elektriciteit komt er ook aan. Zo. Dan moeten we even wachten op nog een paar. Deze gaat nu, als het goed is, gaat het helemaal vol zitten. Op alle 34. Ik denk misschien 4 wel genoeg moet wezen voorlopig. Want we zitten nu nog eigenlijk dik in het rood. Dus, en we hebben nu... Ja, we hebben 60.000 van de 243. Dus we gaan nog wel zoveel nodig hebben. Dan gaat hij nu naar 120. Dus we zitten nog steeds nog lang niet op genoeg. Deze zit volgens mij nu vol. Dus dat is goed. Dit kost wel best duur. Dus het geld gaat, ja, het kost 10.000. Maar dat gaat nu hard naar beneden. Maar dat maakt niet heel erg uit. Dat is nog een vuur. Ze hebben overal vuilnisproblemen. Dat is alles behalve goed, natuurlijk. Kijk hoe het hier met de weg gaat. Kijk, dat valt nu gewoon weer mee. Dat is nu gewoon gezellig druk, noem ik het. En hier hebben ze te weinig mensen. Zoiets dacht ik altijd dat er zou kunnen gebeuren. Maar hoeveel mensen zijn er nu? 12.000 mensen. Als ons kan ook weer land bijkopen. Ja, dat heb ik net een lot. Dus dan wil ik sowieso deze doen. Zo. Hebben we dat erbij. Dan kunnen we, denk ik, misschien volgende aflevering dit weghalen. En als ik denk, ik zie hier heel veel bomen staan. Kijk, dit is allemaal forest. Dus misschien dat we hier in plaats van ja, eigenlijk vel kunnen gebruiken, gewoon naar bomenplantaties. Dat is misschien wat beter. Zo, even kijken, we kunnen bijna nog eentje plaatsen. Daarna moet ik er nog eentje plaatsen, denk ik. En dan heb ik net genoeg, net niet genoeg. Ja, weet ik niet helemaal, maar het gaat sowieso wat beter. Ja, ze zijn natuurlijk in deze alle zijn ze deze volgens mij aan het legen. Ja, die zit nu op 85%. Ja, er komt er weer eentje. Alleen ze moeten constant volgens mij helemaal omrijden om daarheen te kunnen rijden. Of ze rijden er gewoon volledig langs. Kan ik jou niet gewoon verwijderen? Nee, dat gaat niet, hè? Nee. Kan ik je niet met deze verwijderen? Oh. Dat kon ook. Blijkbaar met de Movit mod kan ik het ook verwijderen. Nu zitten ze wel volgens mij zo'n elektriciteitsprobleempje zo. Dus dan moet ik deze even zo doortrekken. Anders gaan ze wel... Oh, nee, ik heb nog geen... Ja, dan kregen hun een elektriciteitsprobleem. Want hun kregen nog geen elektriciteit meer. Ik zie dat ik... Dat is hier gebeurd. Heb ik deze weg gewoon verwijderd? Oh, dan heb ik dat. Dus dat mij niet echt opgevallen. Moet die weer daarheen? Dan moet dat natuurlijk omgedraaid worden. Oh, drama, drama, drama. Volgens mij kan ik dan wel deze plaatsen zo hier. Of is dat te doen? Dat sloopt to sleep zelfs. Oeh, ik zie het. Dan moet ik denk ik deze stukje omlaag brengen. Zo. Kan dat dan wel, hoop ik? Denk het nog steeds niet. Oh, dan kan het wel. Dan moet ik de stoplichten even weg gaan halen. Dan hebben we ondertussen bijna genoeg voor die ander. Dan is dat niet echt het lekkerste heuveltje, moet ik even zeggen. Dus gaat... Mag ik omhoog? Oh, dat ben ik aan het doen. Dat zie ik al. Niet die, deze, deze. En dan deze. Aanklikken, zo. Oh, dat is het ook. Volgens mij staat nu wel gelijk ongeveer. Ja, het is niet echt een lekker steuveltje, maar ja. Hey, auto's kunnen hier toch oprijden op een of andere manier. Ik vind het knap. Vuilnisprobleem, zet er nog even eentje neer. Dan hebben we denk ik niet echt meer een vuilnisprobleem. En dan denk ik dat het weer was voor deze aflevering. We hebben eigenlijk heel dit erbij gebouwd. Dus de stad ongeveer 2 keer zoveel uitgebreid. Nou ja. Is het wat te zeuren om geluid? Waarom zit het te zeuren om geluid? Om de metro, ja. Oh, we kunnen nog heel even snel kijken hoeveel doet de metro. 240 per week.
Twee vehicles, perfect. Ja, dit is gewoon goed. En deze doet 216, dat kan me nog niet natuurlijk. Maar dat was het dan denk ik weer voor deze aflevering mensen. Dus, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan tot de volgende keer. Later! Why self life? We got London on the track.